De eeuwenoude eikenhouten waterput, die 2 weken geleden werd gevonden op het bouwterrein voor het Groninger Forum, is vandaag opgegraven. De meer dan 4 meter hoge put is waarschijnlijk rond het jaar 1100 afgedankt. Hij is in 2 delen gemaakt van een uitgeholde eik en verstevigd met planken en pennen. De waterput is een interessante vondst, maar over de ouderdom ervan is nog weinig bekend. We hebben wat aardewerk wat uit de vulling van die put komt. En dat zit ergens in de buurt van 1100. Dus ergens in die buurt is hij gedempt. Hoe oud hij zelf is, dat weten we nog niet. Daarvoor gaan we naar het hout zelf kijken. Naar de jaringen die erin zitten. De dikte wordt gemeten. En daar moet, als we een beetje mazzel hebben, een kapdatum voor de boom uitrollen. Het uitgraven van de put is een hele klus. Hij wordt in delen uit elkaar gehaald. Het is een boom die in de lengterichting gespleten is. En die losse onderdelen die kunnen we weer uit elkaar halen. Hij wordt gedemonteerd. Dan gaat hij op een pallet en morgen richting Delft naar een bedrijf waar hij geconserveerd wordt. Daar wordt het water eruit gehaald. Er komt wat anders voor in de plaats. En dan wordt hij weer in elkaar gezet, goed geconserveerd. En dan wachten we tot het forum klaar is. Dan krijgt hij daar een mooie plek. Het optakelen van de houtresten liep niet helemaal gesmeerd. Tijdens het blootleggen van de put is vandaag ook een aardewerken pot gevonden. Volgens Kortekaas is de pot afkomstig uit de 12e eeuw. De opgravingen vertellen veel over de historie van de stad Groningen. Het geeft altijd inzicht in ieder geval van de geschiedenis van deze plek. Je kunt, als je de kapdatum weet en de bouwdatum, weet je ook wat hier gebeurd is. En daarnaast is het gewoon een leuk object. Meestal is het hout toch flink ingerot en heb je een halve meter over. Maar dit is manshoog. Daar kun je wat mee, daar kun je laten zien. De klus achter de oostwand van de Grote Markt is nog lang niet geklaard. Westelijk deel, achter de Naberpassage, daar zijn we nu klaar. Is dit het laatste stukje? We moeten nu verder aan de kant van de Schoolstraat. Daar hebben we nog een aantal grote opgravingswerkputten open liggen. En één daarvan, daar komen we het stadshuis in tegen van het klooster Witte Wierum. Het beroemde klooster van abten Emo en Menko. Maar dit deel is waarschijnlijk ergens uit de 15e eeuw. Nou, dat stadshuis, daar hopen we nog het een en ander van te weten te komen. En wat eraan vooraf ging. De archeologen hebben nog een maand de tijd om de klus af te sluiten.